Hallo, daar zijn we weer, vlog 255. Ik ga in deze vlog weer een woning aanbieden. Het is een half vrijstaande woning hier in Los Lobos. En ja, hoe noem je dat? Ze noemen dat hier in Los Lobos een bungalow, noemen ze een villa. Het is gelijkvloers allemaal. Jullie gaan het zien in deze vlog. Voor 85.000 euro komen er alleen nog de advocaatkosten bij natuurlijk. Lekker ruim. Jullie gaan het zien. Welkom bij deze vlog en veel plezier bij het kijken. Lieve kijkers, waar zijn we nu weer beland? Wij zijn hier al eerder langs gereden, maar we gaan nu die toren daar gaan wij beklimmen. Trying to get that bench, bruh. Ain't got time to hang around, that's broke nigga shit, understand, bruh.
been out here making moves, bruh. Tryna get out the hood, bruh. Real niggas only got a few friends. And that's facts. They say what you are, you attract. Tryna get me from the back. Dealing with a counter attack. Dealing with the hands on the mat. Never thought I'd do the math. But we zijn boven. En straks gaan we nog een trapje omhoog. Maar we gaan eerst hier even kijken. Einde van de wereld. Columbus. Onwijs jongens, dit is heel gaaf. En we gaan natuurlijk het ladertje op. Snel dan. Nog hoger. Oh, dit is echt een wachttoren. Kijk joh. Ja. Oh, je kan nog hoger hier. En hier, dit zit dicht. Zie? Maar hier heb je nog iets. Hier. Dit is wel heel interessant. Interessant. Moet je wel eventjes goed vasthouden. Moet je ook niet heel dik zijn. Nee. Dus jongens, ik kan er nog klimmen. Hier is een beetje een rare steen. Oeh. Zo hé. Echt gaaf hier. Hier heb je weer zo'n... Ja, dat is een luchtgat, zag ik net. Luchtgat. Hoi hoi. Hoi hoi. We zijn nog hoger. Ja, hij heeft er ook een zonnepanelen. Nou, die is toch helemaal geweldig. We zijn weer een stukje verder. En dan beneden. Gaaf. Kan ook. Kijk, Vanessa en Clemens die gaan ook eventjes een fotootje maken van het prachtige uitzicht. Hier in het Cabo do Cato gebied. Met zicht op... Carboneras en de kust. En ik ga hem even inzoomen voor jullie. Kijk eens. Mooi slingerweggetje. En daar hebben we weer zo'n toren. Het Parque Natural Cabo do Cato Níjar. Dus vanaf Almería vliegveld pak je deze weg. En dan kan je dus deze afslag nemen. En er zijn vele afslagen naar het de Cabo do Cato. Ja, we zijn hier in een heel klein winkeltje. Winkeltjes, geen winkeltjes, een werkplaats. Het is een atelier. En deze meneer, deze oude man, die restaureert met goudverf, Pintura de Plata, Plata. Oh, nee, Plata is zilver. Zilver. Oren. Azië-oren. Met goudverf restaureert hij gewoon die hele lijst. Fantastisch mooi.
Wauw. Allerlei kwastjes. Beetje water. Ja, en hier dat beelden, hier staat wat een schilderij. Ja, dat weet ik. Ik denk dat moet je respect op party. Si. En quando años tu restauras ese? Si? Oh, heb zijn hele leven is hij al aan het restaureren. Hij zegt dat hij zijn hele leven al restaureert. Kijk eens, hij. Ja, pas 8 keer. Kijk, zo'n handjes hier allemaal. Ja. Kijk eens, hij. Die verfjes allemaal. Geweldig. Prachtig hotel dit. En op die lantaarnpalen hebben ze mooie smeedijzeren met zonnebloemen. Kijk. Goedemorgen. Nou, Luc is helemaal blij. Want we gaan vandaag de camper eventjes wegbrengen. Heel eventjes, want hij moet nieuwe olie hebben. Nou, die kip die zit verschrikkelijk te roepen. Ik krijg er helemaal schelle oren van. Kijk of Leo de riem heeft meegenomen. Kijk trouwens, ik heb hier even wat gemaakt. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het is een kapstok. En als er licht op schijnt, dan zie je glittertjes. Nou, camper staat klaar. Heb jij de riem, Leo? Ja, zegt hij. Nou, eventjes alle spulletjes in mijn handen doen, want ik heb nog maar één hand om wat te doen. Jongen, zit er eentje op mijn stoel zo van, jij mag niet mee. Mag ik niet mee? Mag ik niet mee? Oh, ik wou al zeggen, ga eens even lekker op je eigen kleedje zitten. Zo. Nou, met alle benden erin. Sleuteltas, cameratas. En een hele volksverhuizing. Hebben we alles, schat? Ja hoor. Oh, mijn kleedje zit niet goed. Zo'n handdoek met zo'n lusje eromheen genaaid. En dan blijft hij zitten voor de warme zomerdagen. Moeten we nog een en ander aandoen? Ja, hè? Oh, die is aan. En deze? Die moet nog aan. Nee. Oh, deze. Ja, hier. Ja. Als op tijd niet meer aangehad, jongens. Dat is ook goed. Het. Nou. Vamos. Daar gaan we dan. Want we moeten natuurlijk wel verse olie hebben als wij weer naar Nederland gaan rijden. Qua weer zou je denken van nou, laat maar lekker in Spanje blijven. Want we hebben geen zin in regen. Maar we gaan ook nu nog niet. Nee, we gaan nu nog niet. We gaan eind volgende maand. Ja, zo rond 7, 28 mei hè, gaan we rijden. Ja. Kijk, een uitzicht toch. Dat is toch fantastisch dit. Gisteren volle maan gehad. Nou, daar gaan we. Industrieterrein moeten we zijn. Zo, er staan behoorlijk wat huurwagentjes. Ja. En bij Hispavan worden we opgehaald door Jan en Brigitte. Want gaan we even mee met ze naar het belastingkantoortje in Cuevas. Waar zij de automatische afschrijving moeten regelen.
Goedemorgen. Good morning. You speak good English, no? Yeah, yes, yeah, we do. Just drive to the end. Yes. You know Stuart? Yes. Stuart. Stuart. Yeah. Tell him you're here. Yeah. Okay. Okay. Thanks. Okay. Thank you. Stuart. Drive to the end. Ze doen hier ook camperverhuur, niet alleen verkoop, en reparaties. Nou moeten we Stuart zoeken. Oh, het is behoorlijk druk. Even stoppen maar, denk ik. Hi. We zitten in de auto bij Brigitte en Jan. Hi. Hi. En die hebben ons opgehaald. Dus op naar Cuevas. En daar hebben we Lucky op de wandeling in de ochtend. Ik ga straks trouwens voor jullie jongens weer een huis filmen wat te koop is. Dus dat komt nog even bij deze leuke vlog. Ik heb niet zo heel erg veel de laatste tijd te melden. En misschien moet ik gewoon af en toe eventjes een week overslaan. Totdat we aan eind mei zijn. En dan weer gaan reizen met de camper. Dus dan ga je een beetje weten wat er zou kunnen gaan gebeuren. Want als ik niks te melden heb, dan is het ook saai tv kijken. Waar de vogel zit, ik weet het niet. Ja, lekker een douche even gepakt naar die mooie wandeling met die leuke vogeltjes. Nog een natte kop. En ik ga nu naar Carmer. Ik loop nu naar Carmer voor dat huis dat te koop zat. Dat is het huis van haar vader trouwens. Het is een appartement. Het is wel een... het heeft aan weerskanten. Is het bebouwd met nog twee appartementen. En het ligt in een doodlopend rustig straatje. Ik neem jullie even mee. En dan ga ik er later wat meer over vertellen en jullie de link toesturen waar het huis op Idealista op te koop staat. Nou, hier is het achter ons huis. Dit witte huisje staat te koop voor 54.000 euro. Het lijkt heel hokkerig, klein. Maar je kan natuurlijk, heb je een camper, is ook een ideaal huis om even lekker de zomer door te brengen en dan je camper daar op dat veldje neer te zetten. Want ook dit is redelijk doorlopend. En wat leuk is aan Spanje, wat leuk is aan Los Lobos, is dat, net als vroeger bij ons, vroeger was alles beter, wordt er wel gezegd, dat je de bakker voor je deur krijgt en de groenteman en de gastboer. Dus dat is wel heel leuk. En dan ga je toch een beetje terug naar de tijd van vroeger. Dit is de Calle Los Mojuelos. Oh, daar lopen wij in. En dan kom je hier. In deze straat. Ook een rustige straat. En hier, in deze straat. Nee, hier staat het huis niet te koop. Dat dacht ik dus, maar dat is niet zo. Het staat in de volgende straat te koop. Lekker rustig. Heerlijk van je oude dag genieten. En vergeet niet, in Spanje leven de mensen voornamelijk buiten. Want ja, je gaat natuurlijk niet, als het dit weer is, de hele dag binnen zitten. Je gaat ondernemen. Je gaat op een terrasje zitten. Kijk, dat huis daar, dat is het huis. En ik ga nu even naar nummer 8, waar Carmen woont. En dan haal ik haar op, want zij heeft de sleutels van het huis. Dit is nummer 6 en hier is nummer 8. Hola Carmen!
Zo, hier is het appartement. Het ziet er prachtig uit. Trouwens, voor de ramen, dat is normaal, omdat de mensen ook lekker slapen met de ramen open en dan komt er niks binnen. Ook nummer 8. Otjo, nummer 8. Ja, vliegengordijn. En de entree. Dit is de bel, denk ik. Ja. En ze doet even alle lichten aan, denk ik. Want... Ah, ja, oh ja. We zijn in de hal. En hier komt gelijk een schilderij van Vincent van Gogh. Hier is de groepenkast. En hier is de ruimte eventueel voor... Net als wat wij hebben, zonnepanelen. Wat ook heel erg leuk is, dat is hier een raampje wat open kan. Kijk. Goed, de entree van het huis. Het is een ruime hal, echt een ruime hal. De tegels zijn, ik meen, 45 centimeter. Dus dan zie je het dat het best wel een... Of is het 30? 45, denk ik. Dan kom je vanuit de hal in de living... En het heeft twee openslaande deuren. Hartstikke leuk. Want dan kan je natuurlijk ook een stukje van de hal betrekken bij de woonkamer. Dit is de woonkamer. En dat is voor Spaanse begrippen best groot. Omdat je natuurlijk altijd gewoon lekker buiten kan eten. Maar als je visite hebt, is er ruimte genoeg. Ik denk ook dat dit huis ook gemeubileerd wordt opgeleverd. Het ziet er keurig netjes uit. Het heeft internet. Je kan hier zelfs natuurlijk glasvezel ontvangen. Ook dat is geen probleem. En ja, je kan hier eten. Maar je kan natuurlijk ook een eettafel in de keuken zetten. Maar het is ruim voldoende. Het is groot genoeg. Vanuit de kamer komen we weer in de hal. En dan gaan we de extra hal in. De ruimte waar alle deuren of en alle gangetjes op uitkomen... Hier heb je dus de voordeur weer. En dan gaan we eerst maar eventjes naar de keuken. Want ook die is groot. Grote keuken. En ook daar staat een eettafel. En er zou natuurlijk eventueel, je kan een grotere eettafel neerzetten. En dan heb je de eettafel niet in de woonkamer. Maar je kan ook deze eettafel eruit halen. En dan heb je ook een heerlijke grote keuken met afzuigkap. Gasfornuis, er staat een magnetron. Onder het gasfornuis zou je eventueel nog een, misschien nog een afwasmachine kunnen zetten. Er is hier nog plaats om nog iets neer te zetten. Kijk, je kan het dus uitbreiden. Maar wat wij hebben gedaan, wij hebben dat ons eettafeltje eruit gehaald. En we hebben hier gewoon nog een extra meubel neergezet, want ook daar is ruimte voor. Koelkast, kastjes. Ik vind het altijd leuk om ook een beetje in de kastjes te kijken. Want ook dat zit er allemaal bij. Of een afzuigkap. Glazen staan er al in. Je kan dus je campertje of je autootje neerzetten. En dan gelijk al gaan koken. Kijk hier. Tafelkleden denk ik. Hier is de gasles. Dat is echt Spaans. Bestek zit er nog in. Even snel. Kijk, pannen. Grote pannen. Want dat wordt ook graag bij Elja gegeten. Dubbele spoelbak. En hier zie je een extra kraan. En waar is die extra kraan voor? Ga ik je straks vertellen. Zo, ik zie ook dat het huis zonwering heeft. Kijk hier. Nog geen muggen horen, maar ook die kan je ertussen laten zetten. En een mooie deur naar de patio. Die ga ik gelijk even laten zien. Want wat is nou lekkerder? Gewoon lekker buiten eten. Het heeft geen tuin, maar het is onderhoudsvriendelijk. Deze patio die je heel leuk kan aankleden met allerlei leuke potten en planten. Hier is een put. En die put is heel belangrijk voor loslopers. Want bijna elk ouder huis heeft een put. Hier gaat schoon water in. En
Nou ja, wij hebben het nu al 3 keer meegemaakt dit jaar dat we gewoon een dag geen water hebben. In deze put zit een pomp. Onder het huis is een waterkelder. En dan heb je schoon drinkwater, maar ook douchewater. Dan kan je toch nog water gebruiken. Heel belangrijk voor Los Lobos. In tijden van droogte ook kan je dat allemaal gebruiken. De patio is heel groot. Ik denk dat de tegels 30 bij 30 zijn. En dan zie je hoe lang dat is. Het ziet er ja, op het beeld misschien smal uit. Maar het is toch nog wel 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,80. 1,80 breed. Dus je kan heel makkelijk tafels neerzetten. Maar ook hier makkelijk een feestje geven. Beschilder de muur met leuke bloemen of wat ook. Hang de leuke potten tegenaan. Fris het lekker op. Kijk, het heeft ook een schotel. En hier heb je een overkappingje. Wat je natuurlijk ook nog kan verlengen. En dan kan je hier heb je dus, kan je je wasmachine neerzetten. Die er ook staat. En je kan lekker buiten wassen. Maar ook een extra bak om een handwasje te doen of wat ook. De boiler. En dat ze het allemaal droog. Dat is heel normaal. Zeg je van nou, ik wil dat afdekken. Ik wil dat afgesloten hebben. Natuurlijk ook helemaal geen probleem. Een lange. Lange patio. Dan gaan we even terug naar binnen. Door het vliegengordijn. Komen we weer in de keuken. En dan gaan we naar de badkamer. Ook de badkamer vind ik ruim. Ziet er keurig netjes uit. Een mooie tegelvloer. Een wastafel. Spiegel. Natuurlijk kan je hier ook heel mooi een kastje neerzetten met een ingebouwde spiegel. Een mooie douchehoek. Kijk, hier nog een kastje voor je handdoeken. Prima. En bidet. En een douche. Ziet er netjes uit. Ziet er keurig netjes uit. Een vloertje erin. Goeie douche. Kan je het ook zelf. En nou, hier ook weer. Maar dan van een beetje gebobbeld glas. Raampje. Om lekker te luchten. En je ziet hier ook geen vochtplekken. Het is gewoon instappen. Zet je meubeltjes erin en het is klaar. Woonkamer. Keuken. We gaan nu de hal in. En we gaan even naar de slaapkamers. Ik denk dat dit de oude slaapkamer is. Ik hoop dat jullie dit een beetje kunnen zien. Ik ga even goed staan, want anders heb je het licht natuurlijk. Een grote slaapkamer. Echt, ik denk, nou ja, ik denk ietsje groter als onze slaapkamer thuis. Met een inbouwkast. Lampje. Dat is een beetje tiek, hè? Zie? Linnenkast. En naast die grote linnenkast heb je ook nog een andere kast. Kijk, beddengoed ligt erin. De bed opmaken en je kan alles van de slaapkamer is allemaal hetzelfde hout. Hele grote linnenkast, echt ontzettend diep. Een beetje gesmeerd, maar ook niet gesmeerd worden met dekens en beddengoed. Diepe kast, maar je kan natuurlijk ook makkelijk al je kleding kwijt. Daar staat een strijkplank in de hoek. Dan gaan we naar de volgende slaapkamer. Hier is nog een heel leuk. Ja, het was een naaimachine. Of het is nog steeds een naaimachine. Hier komen we in de volgende slaapkamer, jongens. Kijk. Hier staan 2 twijfelaars. Ruim. Ruim. 2 twijfelaars. Ik denk 1,20 breed. Met weer zo'n grote linnenkast. Ook keurig, een keurige vloer. En dat loopt allemaal door. Dus ook in dit huis kun je een robotstofzuiger gebruiken. En dan gaan we naar de derde slaapkamer. Die, even kijken, ongeveer dezelfde grootte is als de andere slaapkamer. Ook hier staan weer 2 twijfelaars.
Deze kamer heeft geen kledingkast. Maar is er ruimte voor als je een kledingkast ophangt, in een hoekje zet of je schuift deze twee bedden naast elkaar, kan je daar tegen die muur makkelijk een kledingkast kwijt. Dat is dus de andere slaapkamer. En dan kom je hier weer in de oude slaapkamer. Goed, en dan ga ik even voor jullie foto's maken en dan kunnen jullie op mijn Facebook-site kunnen jullie al die foto's gaan bekijken. En dan vertel ik jullie ook nog eventjes over de prijs van het huis. Dus dankjewel voor het meekijken met dit filmpje. In de woonkamer staat hier nog een gaskachel. Dat wordt heel vaak gedaan hier in Spanje. Dit zijn verrijdbare gaskachels. En er zit ook achter, kan je een gasfles aan koppelen. Dus dat zit er nog even bij. Zoals jullie hier bij de buren zien, die hebben ook een warmwaterboiler. Zonneboiler op het dak staan. Dat kan bij dit huis ook. Dan heb je met zonnepanelen en die waterboiler heb je voor heel weinig heb je dan gratis stroom. En tenminste heel weinig stroomkosten. En het hete water is natuurlijk ook gratis. Dan betaal je alleen het water. De kosten van stroom nu voor ons is rond de 25 euro per maand. En water is 22 euro per maand. En dat is heel weinig, want heb je een boiler, dan slaat hij natuurlijk iedere keer aan en dan ben je veel meer kwijt. Maar omdat altijd de zon schijnt, bijna altijd, zijn de kosten aanzienlijk lager, dus dat is een hele goede investering. Ik ga weer verder met fotograferen. Hier nogmaals, eventjes de voorkant van het huis. Je ziet zelfs hier op het dak kunnen zonnepanelen en er kunnen er aardig wat op staan. Het dak is ook heel mooi gerenoveerd, dus alles is lekvrij en prima. Het huis hiernaast is van een vriendinnetje van mij, met een kindje. Ontzettend lieve mensen, ze komt regelmatig ook wat sinaasappels en wat eieren en noem maar op wat brengen. En ik ga voor jullie nu eventjes binnen wat mooie foto's maken. Ja, dat was het weer. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Graag duimpje omhoog, massaal kijken, massaal delen. Abonneer, druk op het belletje en dan mis je geen enkele uitzending van ons. Bedankt voor het kijken en tot volgende week zondag weer. Doeg!